Ik ben Ingeborg Lang, ik ben 40 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik ben Jorrit Lang, ik ben 47 jaar, woon ook in Amsterdam. En wij hebben twee kinderen. Milou, en Milou is 12 jaar. En Eden van 11. Toen ze eigenlijk al heel jong waren, dachten we van nou, moeten we wel even iets gaan doen voor later. We hadden wel volgens mij allebei het gevoel van ja, dat is iets wat goed is en laten we maar beginnen. En dat kan geen kwaad. We sparen al wel dus voor Eden en Milou en met in het achterhoofd dat bedoeld is voor je studie. Daarvoor weten we ook wel dat het zeker niet voldoende is om alle studiekosten mee te betalen. Maar we gaan er eigenlijk zo mee om dat we sowieso een flink appeltje voor de dorst opzij zetten. En dat we dan gewoon meebetalen aan een studie of helpen met hun leefopbouw. Ik weet wat een minimaal gewone studie of een hbo of een universitaire studie wel kost. Ja, dat is echt een minimale bijdrage daaraan. En als je iets anders wil doen, dan zou je daar toch inderdaad een plan op moeten maken. Nou, ik doe wel een gevarieerd setje aan spaarmogelijkheden. Dat setje, daar probeer ik een beetje een reële balans in te houden tussen sparen en beleggen. Wat mijn belangrijkste droombeeld voor de toekomst van Eden en Milou is dat ze verstandige, zelfstandige, gelukkige mensen worden. Ja, leuk werk en een leuk leven hebben.